Komende weken blijven spannend, voor jullie en voor ons. Een diepe buiging voor alle inzet van vele mensen in onze stad. Vanuit het gemeentebestuur van Harderwijk wil ik jullie bedanken. Of je nu werkt als schoonmaker of in de thuiszorg, in de zorg met verstandelijk beperkte, de ouderenzorg of de jeugdzorg, de huishoudelijke hulp, de geestelijke gezondheidszorg of als geestelijk verzorger, als eerste hulparts of IC-verpleegkundige, als jongerenwerker, baliemedewerker, mensen in het onderwijs, kinderopvang, als buitendienstmedewerker, als politie of als ambulanceverpleegkundige, als BOA of ICT'er om alle digitale veranderingen mogelijk te maken, als brandweer, als vakkenvuller of crisiscoördinator, en zo kan ik nog even doorgaan. Allemaal ontzettend bedankt, want mede dankzij jullie wordt eensgezind gewerkt vanuit het besef dat we alleen samen deze coronacrisis aankunnen. Weet dat velen in gedachten en gebeden vol waardering met jullie meeleven. Ook wil ik alle thuiswerkers bedanken, want door thuis te werken, werken jullie mee ter voorkoming aan het verder verspreiden van het virus. Niet gemakkelijk, omdat velen van jullie nu ook thuisonderwijs verlenen. Veel werk gaat gewoon door en dat is ook belangrijk. Dank aan alle maatschappelijke initiatieven die zijn ontstaan. Of het nu gaat om een belcirkel tegen vereenzaming of een boodschappendienst. Super! Harderwijk zijn we samen. Dat laten jullie zien. Een stad van omzien naar elkaar. Een stad waarin tekenen van hoop en moed zichtbaar blijven. Heel veel dank. Houd vol!